Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van het Rad van Nimma. Mijn naam is Kaan. En mijn naam is Rick. En vandaag gaan er twee teams tegen elkaar de strijd opnemen om uiteindelijk te kunnen winnen. Team 1 en team 2. Die opdrachten kunnen krijgen uit 6 verschillende thema's. Aan het eind van het seizoen mag het winnende team een straf bepalen voor de losers. Zal ik er een ruk aan geven? Doe maar. Ring it. De deelnemers krijgen een telefoonnummer die ze moeten bellen. Op het kaartje staat de voor- en achternaam van het personage die ze moeten spelen. Ze hebben een aantal woorden die voor moeten komen tijdens het gesprek. Het is de bedoeling dat de deelnemer ervoor zorgt dat hij het slachtoffer zo lang mogelijk aan de lijn houdt. Zodra ze alles hebben behandeld, krijgen ze punten. Zo team 1, jullie mogen beginnen. Zoals jullie zien liggen hier 4 enveloppen. Overleg samen voor welke envelop jullie willen gaan. Deze? Opdracht. Je belt het bedrijf Coolcat onder de naam Jack en Jackie van den Broek. Het onderwerp van het gesprek moet zijn uit de broek gescheurd. Zorg ervoor dat je de persoon minstens 2 minuten aan de lijn houdt en zorg ook voor een goede afsluiting. Deze woorden moeten sowieso in het gesprek voorkomen. Bleekmiddel, kabouter, flauwekul, schroef en pijpen. Veel succes! Ja. Jij mag hem bellen, de pijnkozen. Nou team 2, nu zijn jullie aan de beurt. Kies een kaart. Leven doen. Jullie opdracht. Je belt het bedrijf Dolfinarium. Onder de naam Deli Delphine van de Plas. Het onderwerp van het gesprek moet zijn nat gespoten. Zorg ervoor dat je persoon minstens 2 minuten aan de lijn houdt. Zorg ook voor een goede afsluiting in het gesprek. Deze woorden moeten sowieso voorkomen in het gesprek. Spuit, lauw, droog, hoogwerker, plassertje. Veel succes. Ja, dankjewel. Dank u. Oké, ik ga het bellen. Ja. 088. Ja, sorry, we zijn nog. Hoi, je spreekt met Jackie van den Broek. Ik had eigenlijk een vraagje. Ik heb van de week bij jullie een broek gekocht. En dan zo eentje waar je dan bleekmiddel overheen kan gooien. En dan krijg je van die vlekken erop. Ja, heel mooi allemaal. Maar ik had dus een beetje een probleem. Ik liep gewoon op straat met een paar van mijn kaboutervrienden. En toen scheurde ik opeens gewoon uit die broek. Gewoon uit het niets. En die hele pijpen waren helemaal kapot. En iedereen lachte me uit. En iedereen zei van, wat een flauwe kul. Waar koop jij nou bij je broek? Dus ik had eigenlijk een vraag. Eén minuut. Je kan ook helemaal niks, hè? Maar wel, ik had maar één woord niet. Nou, laat het Dolf Nari maar eens gaan bellen. Ja. Hallo, met Deli van de Plas. Goedendag. Ik was laatst bij het Dolfinarium. En toen zijn wij tijdens een show in nat gespoten. Ja. En toen is mijn telefoon kapot gegaan. We hebben geprobeerd om hem droog te maken. Maar dat lukte niet. En ik bel even om te vragen of jullie er iets aan kunnen doen. Ja, precies. En heb je de dag zelf het ook laten weten al bij iemand? Nee, dat niet, nee. Oké, maar ik denk dat de foto via de mail heel moeilijk gaat, want ik werk ook op de hoogwerker en daar heb ik hem ook last van afgevallen. Af laten vallen. Ik ben niet echt heel handig met mijn telefoon namelijk. Ja. Dus, die ligt bijna helemaal in stukken. Maar we kunnen natuurlijk niet zomaar zeggen van je kan wat hoe of wat, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld dat ik hem in loopwater heb laten vallen of met een spuiter overheen ben gegaan. Dat soort dingen kunnen we inderdaad niet zomaar toezeggen. Dat moet dan helemaal onderzocht worden bij ons op het park. Oké.
Ja. Als er een manier is dat je toch een fotootje bij de mail en zo kan doen met informatie hoe of wat, dan kunnen we dat doorzetten naar de desbetreffende afdeling. Ja, is goed. Dan zal ik wel even kijken. Ja. Nou, bedankt. Oké, helemaal goed. Fijne dag. Doei. Doeg. Hoe de fuck moest ik plassertje hierin gaan werken? Wat doet jij plassertje? Ja, maat. Ik ging hier lasten. Ja, ik weet nog steeds niet hoe ik dit plassertje erin moest verwerken, maar... Helaas hebben Hanna en Thomas maar 4 woorden verwerkt en was het gesprek te snel afgelopen. Maar ze hebben zich wel aan het onderwerp gehouden. Nick en Willem hadden ook 4 woorden verwerkt, maar hebben een hele goede afsluiting. Ze hadden de 2 minuten gehaald en zijn niet van het onderwerp afgedwaald. De tussenstand voor deze week. Team 1 heeft 3 punten. En team 2 heeft 4 punten.